allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ik kan je natuurlijk vertellen, dit wordt niet zomaar een video, maar een hele speciale video. Want wij doen vandaag de Kies Niet de Verkeerde Emmer Challenge. Buffalo wormen vla. De multivitamine. Heb je hier nou heel erg veel zin in? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Of een pootje natuurlijk, dat kan ook, hè Paco? Laat ik met jullie afspreken dat ik bij de 25.000 duimpjes... Ja, wat zal ik gaan doen? Een dag van leven ga wisselen met Paco de hond. Dat wordt een hele luie dag. Ben je nou nog niet geabonneerd op mij? Doe dat dan hier beneden even. Want ik merk nog steeds dat meer dan de helft van de mensen die naar mij kijken nog niet geabonneerd is. Wie weet halen we binnenkort gewoon de 550.000 abonnees. Dus druk even op die abonneerbutton en natuurlijk een belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. En laat hier beneden natuurlijk eventjes een reactie achter. En we gaan weer een spel spelen. Want welke reactie ben jij hier beneden in de reacties? Ben jij de eerste, de tweede, de derde? Misschien wel de 50ste of de 1000ste? Iedereen die onder de 2000 reacties een reactie achterlaat, daar ga ik zoveel mogelijk hartjes aan uitdelen. Maar voordat ik met Rutger samen de challenge ga uitvoeren, heb ik een aantal spullen nodig. Namelijk emmers, touwen, een bouwwerk om de emmers op te zetten en hele gore spullen. Ik heb dus iets in gedachten, maar ik weet dus niet of ik het durf te halen. Dit zal niet geheel onverwachts voor jullie komen, maar ik ben niet helemaal thuis in bouwmarkten. Waar kan ik touw en emmers vinden? Ik ben bijna klaar met boodschappen doen. Ik ben al bij de bouwmarkt geweest. Ik heb heel veel gore spullen gehaald voor in de emmers. En ik heb Sarah opgehaald. Nee, ik kom ook uit een emmer dadelijk. Echt? Oh. Ik heb je eigenlijk meegenomen, want je weet, ik heb hem al heel lang en ik ben een beetje een watje. Want ik wil iets heel goors halen wat Rutger nog niet weet. Wat dus ook zo meteen in een emmer gaat die eventueel om gaat vallen. En het dus over je heen kan gaan vallen. En ik zat dus te denken aan maden of krekels, dode krekels dan wel. Wil je mij alsjeblieft een beetje helpen zo meteen? Want ik denk dat ik niet eens een bakje durf vast te houden. Komt goed. Hier ligt dus het een en ander. Oh! Dit kan ik niet aan. En dit zijn soort van maden, denk ik. Ik heb dus buffalo wormen gekocht, jongens. Ik laat het zo meteen wel even van dichtbij zien. Ik vind het al heel wat dat ik het vast durf te houden. En toen waren we op de locatie waar zo meteen de challenge gaat plaatsvinden samen met Rutger. Met wat hulp heb ik hier twee prachtige stapels met pallets. Het idee is dat ik hier tussen een buis ga maken en daar komen dus de emmers aan te hangen. Ik hoop dat het allemaal gaat werken. En we zijn eindelijk klaar voor de challenge. Tadaa. Wij gaan vandaag de volgende challenge doen. Kies niet de verkeerde emmer. En dat houdt dus het volgende in. Er hangen hier, zoals je ziet, de assistent laat het even zien. Oh. Er hangen hier dus 3 emmers. We spelen ieder 3 rondes. En wanneer de ene eronder gaat staan, heeft van tevoren de ander de 3 emmers gevuld. In 1 emmer zit niks, maar in de andere 2 emmers zit iets heel goors waar je niet onder wil staan. De eerste 2 rondes spelen we dus met 2 gore emmers en 1 lege emmer. Maar de derde ronde gaan we het even net wat anders aanpakken. Want in de laatste ronde spelen we voor heel veel geld. 1000 euro. Maar laten we eerst de eerste paar rondes even overleven. Oké, zullen we beginnen met de eerste ronde? Ja. Wie gaat als eerste hier staan? Zullen we steen, papier, schaar doen? Ja. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Wacht. Jij wint. Jij moet gaan staan dus. Yes. Ah. Er zijn 2 dingen wat ik zeker weet dat Rutger dat niet over zich heen wil krijgen. Het allereerste wat ik heb gekozen. Frambozenvla. En natuurlijk gebruiken we ook deze video weer alleen maar over de datumproducten. Anders is het natuurlijk heel erg zonde. En het tweede product. Vitaminedrank. Op de eerste heb ik een streepje gezet. Op de tweede een x'je. En op de derde 2 streepjes. En daar laat ik Rutger eerst uit kiezen voordat hij hier gaat staan. Hier heb ik de multivitamine in zitten. En deze emmer heb ik vol met vla zitten. En de emmer met 2 streepjes is leeg. We gaan nu kijken wat Rutger gaat kiezen. Ben je heel bang? Ja. Moet ook, want er zit iets heel ergs in. We hebben een emmer met 1 streepje. We hebben een emmer met een kruisje en een emmer met 2 streepjes. Welke kies je? Met het kruisje. Oké, nou daar gaan we. Op naar... Dat klinkt heel raar, naar het kruisje. Oké. Okay. Ja, maar stop, 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 stop. Je bent er al. Hoe weet ik zeker dat ik aan het kruisje trek? Je mag de emmer omgooien. In 3, 2, 1. Omgooien maar! Wat erg! Dit is frambozenvla. Wat terug! Het is heel koud. Cheesecake. Frambozenvla. Ik
kijk, wat een puinhoop, ja, jongens. Ja. Gadverdamme, alsof ik al 3 rondes heb gespeeld. Ik ben zo vies. Maar goed, we gaan door en ik ga Thomas gewoon terugpakken. Ik denk dat ik dit gewoon lekker bij de vla ga mengen. Komt er ook gewoon niet uit. Waarschijnlijk denkt Thomas dat ik hier nu iets in heb gedaan, maar die is dus weer leeg. Welke ga je kiezen? Kruisje, die is al leeg van net, toch? Oh, het is echt heel goor hier. Ben je er klaar voor? Nee. Draai je emmer maar om in 3, 2, 1, go! Ah! Er gebeurt niks op! Ah! Ah! Wat is dit? Oh! Wat is dit? Nade! Ah! Nee, dit is echt... Oh, dit is heel vies, gaat in mijn shirt. Het stinkt. Ja, het stinkt heel erg. Wat zat er in die andere dan? Weet niet. Niet naar gekeken. Deze was leeg nog. Je hebt het gewoon erin laten zitten, of niet? Mm-hmm. Het is tijd voor de volgende ronde. En ik vind dat Rutger een beetje heeft vals gespeeld, want hij heeft gewoon mijn emmer gevuld gelaten. Er zijn er nu 2 leeg. Ik heb besloten dat ik eentje vol laat, want ik hoop gewoon dat die multivitamine nog over hem heen gaat vallen. Of gaat hij nu juist voor de middelste kiezen, omdat dat hem elke keer al geweest is? We gaan de andere emmer vullen met cola. Die doen we in de emmer waar eerst de multivitamine in zat. Ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. Nee. Oh, gadver. Er zit nog een boom op mijn wang. Gadver. Wil je een boom? Nee. Wil je een boom? Kies je voor de emmer met 1 streepje, een kruisje of 2 streepjes? 2. Mijn geluksgetal. Weet je het zeker? Je, ja, kunt nog wisselen. Nee. Weet je het heel zeker? Ja. Heel zeker? Nou, je zie je hoe zeker ik ben. Wat denk je? Zit er iets in of niet? Hij is heel erg licht, maar dat wil niks zeggen. Er kan ook een spin in zitten misschien. Keer de emmer maar om. Ik durf niet. Keer de emmer maar om. Ik durf niet. Keer de emmer maar om in 3, 2, 1. Ik durf het niet. Er zit een spin in. Ah, hij kruipt. Hij kruipt. Ja, daar komt ie. Er zat helemaal niks in. Oh. Dacht je echt dat, ja, er een spin in zat? Ja, ik dacht dat was zo licht. Dit is een grap, toch? Gelukkig. Nu denk ik een beetje husselen. We gaan even wat dingen overgieten. Deze. En dan doen we deze in deze. Hier zit nu cola in. Hier zit orange. En hier zit niks in. Heb je enig idee wat je gaat doen? Nee. Zeg het dan maar gewoon. 1, 2 of kruis? 1! En weet je dat nou wel zeker? Ja, als jij het zo vraagt, weet ik het helemaal zeker. Nou, ga maar staan. Ik weet niet of iemand hier ervaring mee heeft, zo ja, laat het even weten in de reacties, maar die bonen beginnen een beetje te prikken. Dus krijg je boonontsteking. Gadverdamme, wat is dat? Weet niet. Kijk goed. Nou, je staat nou een beetje scheef, maar... Draai je maar om in 3, 2, 1, go! Dat was niet de bedoeling. Er kwam iets over me heen. Ja, dat was een beetje speeksel. Echt waar? Nee, het was cola. Maar hij was leeg eigenlijk. Echt? Ja. Woe! Heb ik het een keer goed gekozen. Het is tijd voor de derde en dus de allerlaatste ronde. Maar dit is een hele speciale ronde, want we gaan er nu tegelijkertijd onder staan. En we spelen dus nu voor het geld. Sorry, ik zat nog een boon op mijn neus. In 1 van de emmers zit zometeen het geld. En in de andere 2 emmers zit dus iets heel goors. Maar deze kunnen we natuurlijk niet zelf gaan vullen. Nee. Want als we dat zelf doen, dan weten we natuurlijk al waar het geld in zit. Daarom vraag ik mijn lieftallige assistente voor vandaag even erbij, Sarah. Sarah, kom maar uit de grond. Oh ja. Wauw. Ik wil jou vragen om 2 emmers met iets heel goors te vullen. En 1 emmer met 1000 euro. Wat Rutger dus niet weet, maar Thomas wel, is dat ze hier maden hebben. Ik ben zo blij dat ik jullie aan meedoen. Oké, daar gaan we. Oké, kom hier staan. Welke ga jij kiezen? Die met 1 streepje, met het kruisje of 2 streepjes? Oh, zo erg. Ik kan nu 1000 euro winnen. Of ik ga eerst kiezen, dat kan ook. Wat voelt het beste? Wat voelt het beste? Ik heb geen idee. 1. Hoe dat zijn er 2 die jullie zien. Ja. Nee, maar ik bedoel 1. Dan kies ik voor de middelste, want dat was tot nu toe de ongeluksemmer. En dan hoop ik dat het nu de geluksemmer is. Daar gaan we. Deze beslissing kan ons gewoon 1000 euro rijker maken, hè? Ah, die bonen liggen er nog. Nee, dit is denk ik de verkeerde. Hij voelt heel zwaar. Deze niet. 3, 2, 1. Geld! Nee!
paar malen in je haar. Helemaal niet leuk meer. Ik mis alleen nog 900 euro. Ik ben al bezig. Rutger Vink, bedankt. Alleen de omschrijving. Gefeliciteerd, ik hou van je. Ik heb jouw geld overgemaakt. En nu mag jij iets voor mij doen, want we hebben er nog nooit zo mooi uitgezien, vind ik. Dus kijk jullie deze video en vind je het een heel leuke video. Wij gaan zo aftellen, dan maken jullie een screenshot en dan tag mij eventjes en Rutger natuurlijk op Instagram. En als je hem dus plaatst op je story of op je tijdlijn, dan gaan wij dus zoveel mogelijk liken en delen op mijn story. Leuk. Dan gaan we in 3, 2, 1... Ik hoop dat jullie dit een leuke video vinden. Ik wil Rutger echt bedanken voor het meedoen. Niet graag gedaan, maar wel bedankt voor het geld. Ik had deze dag even iets anders voorgesteld. Wil je meer van Rutger zien? Dat zou ik helemaal begrijpen naar deze video. Klik dan even op het bolletje wat hier nu ergens in beeld komt of een linkje in de beschrijving. En natuurlijk een shout-out naar de beste assistent van Nederland, Sarah. Heel erg bedankt voor je hulp vandaag. Heel graag gedaan. En ben je natuurlijk nog niet geabonneerd op mij? Doe dat dan hier beneden eventjes of druk op het bolletje natuurlijk wat hier ergens in beeld komt met de geweldige gefotoshopte foto's van ons. Dan zie ik jullie natuurlijk gewoon volgende week dinsdag weer om 7 uur in de avond met een splinter nieuwe video. Au, doei! Zit de maden in je haar, hè? Ja, dat weet ik. Ik ga nu douchen.